grote auto. Hij rijdt heerlijk. Je hebt helemaal niet het idee dat je in zo'n grote auto rijdt als je hierin zit. Ook niet als je klein bent. En dat komt onder andere door de i-cockpit van Peugeot. Die ervoor zorgt dat je echt in een soort kuip zit. Klein stuurtje. De stoel zit om je heen. En dat zit ontzettend comfortabel. Deze uitvoering is een GT-lijn. En dat is te zien aan de chroomelementen aan deze auto. Zoals deze dakrails, dit hier. Die elementen zitten ook aan de achterkant en natuurlijk ook op de wielen. Er zitten speciale wielen onder de auto, ook behorende bij de GT-lijn. Verder is dit dus de grootste SUV die ze op dit moment te koop hebben. Het is een 7-zitter. Dat betekent dat je achter de eerste achterbank nog 2 stoelen uit de achterbank op kan klappen, zodat je 2 extra zitplaatsen hebt. Dan moet ik wel zeggen dat het echt voor kinderen bedoeld is. Dan nog eventjes de voorkant, want die doet het hem wat mij betreft. Ik vind echt dat hij een hele stoere voorkant heeft. De 5008 lijkt aan de buitenkant heel erg op de 3008. De voorkant is echt identiek. Het enige verschil is aan de achterkant te zien. En dat is echt hier te zien. De 5008 is langer dan de 3008. En dat zie je dus ook aan de vorm. Hij loopt vierkant af en bij de 3008 loopt hij wat ronder af. Wat ik net ook al zei, de auto zit dus ongelooflijk comfortabel, ook als je dus klein bent. En dat komt dus onder andere door de i-cockpit en de manier van zitten. Die zit echt in een kuipstoel die helemaal om je heen zit. Verder is het stuurtje heel klein. Nou, zoals je ziet heb ik geen grote handen, dus ik vind dat heel makkelijk manoeuvreren. Het navigatiesysteem is wederom met toggles gedaan, net als bij de 3008. Dat vind ik ook heel makkelijk navigeren. Je hebt een groot scherm, dus heel duidelijk ook. Verder heeft deze uitvoering een extra optie, namelijk de lederen bekleding. En dat ziet er ook gewoon heel chic uit.